Wat is op met alle rappers met de kleppers en de steppers als we steppen over straten van step up met film met Het is zover. Ik ga weer een video maken speciaal voor jullie zonder dat ik vandaag een paprikeltra aan heb. Ik had er zoveel video's van mijn eigen shit aan. Dacht ik, weet je wat, ik zal het eens een keer niet doen. Zit ook zeg maar, ja, hoe kan ik het uitleggen? Zeg maar ook een heel klein beetje in de was. De zomer is voorbij en dat betekent natuurlijk dat het tijd is voor een winterspecial video. Speciaal met spuug op mijn lip. Huh? Wat de? Huh? Ik weet niet hoe ik het doe. Ik weet niet hoe ik verander in zo'n fucking retard op het moment dat ik film. Sorry, ik zal heel even normaal doen. Zonlicht valt perfect vandaag. Ik ben zo'n mooie jongen. Ik heb vandaag wel weer een paprika in mijn bezit. Ik zal even een hapje nemen, zodat je precies kan zien hoe dat gaat. Ik ga dit moment ook even nemen om jou door te verwijzen naar kalfijn.fanfare.com/nl. Dat is mijn webshop. Daar kun je allemaal gek dingen halen van paprika's en kalfijn. Yes, als je dat wil. Ik had natuurlijk laatst een best wel een persoonlijke video geüpload. Dat is deze video. Bam! Dat is de video waarin ik praat over mijn relatie met Nina. Nina, als je dit ziet, hallo. Auw, bij mijn tong. Oh, fucking hell. Ik heb vandaag vragen. Ik ga maar gewoon beginnen. Ik wou een Q&A doen, maar toen dacht ik, een normale Q&A is best wel standaard. Dus ik wou vragen hebben waar jullie geen antwoord op zouden willen geven. Dus vragen waarvan jij denkt, oh, als ik die vraag zou krijgen, dan zou ik echt niet durven antwoorden hoor. Want ik vind het echt spannend. En dan ga ik ze wel proberen te antwoorden. En als er een paar vragen tussen zitten die ik niet durf te antwoorden, ga ik ze gewoon niet voorlezen. Haha, editing. Save the day. Wat is het meest belachelijk dat ooit in bed is gebeurd? Het meest belachelijke wat ooit in bed is gebeurd, is denk ik dat ik ooit eens een keer heb bed geplast. Ik heb letterlijk ooit bed geplast. Oh ja, wel vaker, net als iedereen. Hallo kids van 3. Lekker bedplassen? Laten we samen de bed plassen. Nee, ik heb ooit bedplast op een leeftijd waarvan je denkt, wow, echt? En het was echt weird en niemand weet het. Ik sliep ook nog bij iemand anders. Het is echt raar. Ik ga het er niet over hebben. Wanneer ben je ontmaagd? Nou, ik heb het gelukkig hier nog nooit over gehad in een video. Ik dacht, ik maak even een random geluid. En dan, dat is een soort van teken van, yo, what the fuck denk jij? Wel niet. Sanne, 16-8. Maar ik was 15. Maar ik vind het nogal raar, want ik was 15 en ik had seks gehad. Maar dan ben je ontmaagd. Dus zo gebeurt dat. Alleen, waarom zou dit een vraag zijn waar je zelf geen antwoord op durft te geven? Schaam je ervan? Nou, misschien ben je dan wel ontmaagd. Misschien is zij wel. Sanne, misschien ben je wel ontmaagd op je 6e. In dat geval, prima vraag. 10 honden doden of 1 mens? Ik ben Fleur en ik ben totaal niet psychologisch naar de tering. Fleur, bedankt voor je vraag. Ja, 10 honden. Ja, het spijt me. Kijk, weet je wat het is? 10 honden. Ja, wow, mensen gaan me echt een klootzak vinden nu. Maar welk antwoord ik ook geef. Ik ben sowieso een klootzak. Ga er maar vanuit. Ik ben een lul. Dit lijkt bijna op een album. Gewoon een liedje. 10 honden doden. Elke seconde worden 10 honden aangetroffen in de straten van Amsterdam. En daarbuiten ga jij lekker slapen met apen op straat. Ik weet niet wat dat was. Ja, ik zou 10 honden doden. Want een mens doden kan ik gewoon niet. Dan ben ik dus echt een moordenaar. En als ik een hond dood maak, dan ben ik ook een moordenaar. Maar vraag deze aan jezelf. Jij hebt vast wel een mug doodgeslagen. Dus hoe voel je je daarover? Inderdaad, hypocriet. Wat is de lengte van je piemel? Ik wou hem bijna nu gaan opmeten. Alleen hij is nu niet, zeg maar, in erecte stand. Stijf. Dus dat wordt een beetje lastig. En ik vind het een beetje ongemakkelijk om dan nu, zeg maar, even buiten beeld hard te worden. En dan dat meten. En dat vind ik een beetje raar. Dus ik zou hem insteken op, je moeder. Aha! Die zin klopte niet eens. Het was een mooie grap geweest als ik klopte, maar dat was... Nee, ik zou eerst denken op... Dit is ongeveer 15 centimeter. Nou, ik denk... Ja, zo 30 centimeter. Nee, ik denk... Weet ik veel. Dit? Gewoon dit. Tussen de 15 en de 20 centimeter, denk ik. En volgens mij is dat normale lengte. Zo niet, dan heb ik een kleine lul. Vraag me ook af, waarom Tony? Tony vraagt deze vraag aan mij als een vraag die hij zelf niet zou willen beantwoorden. Met andere woorden, Tony, je hebt een kleine pik. Ja. Welke persoon vind jij het kutste van de hele wereld? Zo. Die komt lekker binnen. Wrijf intussen even in mijn oog. Het is helemaal niet raar of zo. Glenn, bedankt voor je vraag. Ik realiseer me dat ik in deze video heel vaak dit doe. Want dat is heel erg handig als je niet weet wat je moet zeggen. Ja, kijk, ik ben niet zo'n haatdragend persoon. Ik ben niet zo. Ik ben niet echt zo. Ik haat eigenlijk niet heel veel dingen of mensen of wat dan ook. Alleen je moeder. Grapje. Dus ik denk niet echt iemand. Maar als ik er toch echt over nadoe ben, denk, zou ik toch gaan voor iemand als Adolf Hitler of zo. Iemand die gewoon, zeg maar, best wel veel domme dingen heeft gedaan. Ja. Zou je jezelf opofferen om je moeder te kunnen redden? Dana, bedankt voor deze vraag. Hij is fucking goed. Dana, what's up? Ik ken je. We hebben elkaar ooit ontmoet. You're the biggest best fan ever. We zijn Matties. Jij en ik, Dana. Kijk, dit is echt een lastige vraag.
Dit is precies een vraag waarvan ik dacht dat ik hem zou moeten krijgen, want ik weet echt niet wat. Ik zal even uitleggen. Wat zou jij doen? Vraag je dat zelfs eerst af. Want het zit als volgt. Als ik mezelf zou opofferen voor mijn moeder, dan zou ik mijn moeder fucking ongelukkig maken. Want die zou denken, yo, nee, ik zou mezelf opofferen voor Kelvin. Snap je wat ik bedoel? Dus als ik mezelf opoffer voor mijn moeder, dan leeft ze nog wel, maar dan is ze fucking ongelukkig. Denk ik. Dan hoop ik stiekem. Dan is ze denk ik niet gelukkig. Zo van, oh yes, ik leef nog, maar mijn zoon is wel dood. En hij heeft ervoor gekozen om zichzelf inderdaad dood te laten gaan. Dus alles is goed. Nee, zo werkt het niet. Dus ik denk niet dat ik mezelf zou opofferen voor mijn moeder, want het zou mijn moeder toch ongelukkig maken als ze zou weten dat ik dood ben gegaan om haar te laten leven, terwijl zij, zeg maar, ouder dan 50 is en ik nog niet eens 20. Ik ben wel 20. Leeftijd. Heel makkelijk. Ik vind deze fucking moeilijk. Wat zou jij doen? Doe het, ik deed het weer. Fuck that. Mirte zegt, je vader heeft je moeder. Is dit een vraag of niet? Nee, dit is gewoon, dit is geen vraag. Ik zie dit niet als vraag. Ik zie geen vraagteken. En zelfs als er een vraagteken achter zou staan, dan zou ik alsnog niet weten wat ik moet beantwoorden. Matthijs vraagt, wat is het raarste plek waar je het ooit hebt gedaan? Het raarste plek. Wat? De raarste plek waar ik het ooit gedaan heb. Ik ben niet zo. Ik ben niet zo'n kinky jonge man die dan zegt, oh, ik heb het eens een keer bij mijn moeder in een slaapkamer gedaan, terwijl ze ook gewoon daar sliep, onder het bed. Terwijl 100 mensen keken. Nee, zo ben ik niet. Sorry. Als je daarover zou willen fantaseren met mij, dat mag je doen. Weet wel dat ik niet zo ben. Sorry. Maar de raarste plek, ik weet het niet eens. Ik ben helemaal niet zo van een rare plek. Ik hou gewoon van goede seks. Ik hou niet zozeer van seks op rare plekken, maar ik hou gewoon van goede seks. Ik denk als ik dan toch moet kiezen, dat ik ga voor keuken, tafel of zo. Sorry, ik weet dat jullie willen horen dat ik eens een keer gewoon op de Dam in Amsterdam het heb gedaan. Maar dat is niet waar. Niet waar. Nee. Met speeksel van iemand douchen of de poep van iemand op je gezicht smeren. Insane in the membrane. Insane in the brain. Fucking crazy. Iemand speeksel douchen vind ik op zich wel lekker ook. Vind ik wel fijn. Het is gewoon lekker plakkerig. Gewoon lekker. Nee, ik zou het serieus wel. Tot van. Nee, ik zou die speeksel zou ik doen. Dat is best chill, denk ik. Gewoon een beetje plakkerige substantie. Kijk er ook heel lekker bij. Realiseer ik me nu ook. Hoeveel verdien je per maand? Elke maand verdien ik iets anders. Want ik ben een ondernemer. En ondernemers verdienen elke maand iets anders. Wij hebben geen standaard salaris. Wij hebben omzet. En dat kan verschillen. Ligt er maar net aan hoe vaak je deze video bekijkt. Dat was het standaard antwoord van elke YouTuber ooit. Yes. In andere woorden, ik ga het niet zeggen. Het is wel meer dan 1000. Het is ook meer dan 2000. Het is ook meer dan 3000. Het is niet meer dan 4 miljoen. Nee. Ik verdien niet zoveel als Kwebbelkop. Zolang je dat maar weet. I'm not the chosen one to make as much money as Kwebbelkop. Dit is AHBC Cola. Dit is niet eens de echte Coca-Cola. Nina dood om zelf te blijven leven of jezelf doden om Nina te laten leven. Ik zou mezelf doden. Geen grap. Jullie denken waarschijnlijk, oh, dat is ook niet waar. Je zegt alleen maar omdat als hij dan zo meer klootzak. Ja, dat is zeker waar. Dat klopt ook wat je zegt. Maar aan de andere kant zou ik niet met mezelf kunnen leven. A, omdat ik dan Nina niet meer heb. En B, omdat ik dan gewoon zo van, dan ga ik voor de rest van mijn leven ga ik er spijt van hebben. Dan ga ik voor de rest van mijn leven denken, hey, ik heb iemand gekozen die dood moest. En dat was Nina. Oh ja, ik was ook nog verliefd op haar. En ik ging al 5 jaar met haar. Maar ik moest kiezen tussen haar of mezelf. Dus toen, ja, heb ik toch maar voor mezelf gekozen. Nu kan ik niet meer met mezelf leven. Dus dat doe ik sowieso al zelf mijn plegen. Dus ja. Favoriete YouTuber? Maybe De Graaf. Bedankt voor deze twee woorden. Ja. Bedankt. Monica of Sophie? Wat bedoel je? Met wie ik het liefst zou sporten? Of het liefst zou naar de dierentuin gaan? Het liefst zou de was ophangen? Ik heb wasknijpers. Hallo. Nee, dit gaat waarschijnlijk over iets wat te maken heeft met of liefde of seksuele interactie. In beide gevallen moet ik zeggen dat ik de keuze lastig vind. Dus daarom dat ik ook maar geen antwoord ga geven. Monica. Yes. Wat is je grootste geheim? Ga hiervoor eventjes in volle concentratie. Want ik vind het een moeilijke vraag. Omdat mijn grootste geheim zou iets zijn wat ik niet zou zeggen. Alleen omdat ik met jullie op een level zit. Zeg maar omdat jullie mijn publiek zijn. Omdat wij een relatie hebben met elkaar. En ik altijd denk van, yo, laat ik ook eens een keer iets voor jullie terug doen. Naast het feit dat ik gewoon altijd fucking veel video's maak. Maar ik ga het toch vertellen. Ik heb één groot geheim. En dat weet niemand. Eigenlijk weet niemand dat. En vanaf nu weet iedereen dat. Ja. Oké. Okay. Het heeft iets te maken met het verleden. Met vroeger. Ik was 8. Ik was 8 jaar en toen zat ik in de klas en toen zat ik een beetje aan mijn hoofd te krabben. Maar ik weet niet wat de fuck het was. Ik had de hele dag al een beetje jeuk of zo en ik zat te krabben. En op een gegeven moment zag ik de persoon die tegenover mij zat, want wij hadden zo van die tafeltjes die tegenover elkaar zaten. Die persoon die keek me aan en die zei, what the fuck? Nou, dat zei hij niet, want nee, dat was niet waar, maar
iets in die trant. Dus ik dacht, wat de fuck is dit? En toen was het fucking raar, want ik had dus blijkbaar gekrapt op mijn hele gezicht. Toen zat er wat op mijn gezicht. En ik weet niet, je wilt het geloven of niet. Maar ik had toen al pet op, dus ik met mijn pet zo af van, yo, wat is er dan? En mijn hele leraar en zo, die zeiden ook, yo, het is niet goed. Dus ik dacht echt, what the fuck, ik kreeg alleen maar meer jeuk. Bleek dus dat ik gewoon allemaal...